Hallo allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op Crafter Bob. Vandaag weer een keer Brawl Stars en niet zomaar Brawl Stars. Ik ga iets heel speciaals doen. Zoals jullie weten zijn er in dit nieuwe seizoen van Brawl Stars nieuwe knokkers bijgekomen. Bellen is erbij gekomen en er komt een nieuwe knokker aan over 6 dagen en 11 uur. Maar waarschijnlijk iets minder wanneer je deze video kijkt. Er zijn zoveel nieuwe knokkers sinds dat ik het heb gespeeld. En ik ga ze vandaag even allemaal uittesten. Waaronder Squeak, want die kan je dus al gaan proberen. Ik vind trouwens Squeak de knokker wel mooier uitzien. Het is een beetje een ander design dan Brass normaal heeft. Want het is natuurlijk ook geen mens en zo. Maar ik heb dus echt al heel lang geen Minecraft meer gespeeld. Er zijn allemaal nieuwe knokkers bijgekomen. Ik heb Stu nog niet eens uitgeprobeerd. Dus die ga ik even als eerste uitproberen. Oké, ik zit hier bij de probeerdinges. Op het einde van deze video ga ik ook een echt potje spelen met Stu. Maar nu ga ik eerst even laten zien wat hij nou allemaal doet. Ja, het is niet zo'n hele bijzondere knokker. Je krijgt hem gratis bij de 10.000 volgens mij. Of 11.000. Weet ik niet helemaal. En dit is een super. Dat hij naar voren gaat. En vuur achterlaat. Ik weet niet echt of dat vuur ook damage doet bij knokkers. Maar dat gaan we dus zo zien op het einde van de video. En nu gaan we door naar Kolonel Ruffs. Dit is hem. Het is een hondje met een paarse pet op. Of ja, gewoon zo'n hoedje van kolonellen. Het is een chromatische knokker. En er staat een hele beschrijving bij. Ga ik lekker niet lezen. Ik ga even ook met Kolonel Ruffs spelen. We zijn weer in Star Park. En dat is dus de probeerruimte. Oh, ja. Ik heb dus echt nog nooit met deze knokker gespeeld. Dus ik kom er nu pas achter dat hij ook weer kaatst. Het is een beetje net als Rico dan. Maar hij weerkaatst maar wel een bepaalde afstand. Dus als je dichterbij staat, weerkaatst hij niet meer dan dat als je ver weg staat. Hij doet op zich wel veel damage. Volgens mij is het van 5 of 1000 per keer. Nee, 500. En wat is de super? Dat is een bom. En wat kan je daarmee? Word je dan sterker? Ja, dan word je sterker. Oké, als je trouwens van dichtbij schiet, dan doe je 1200 damage. Oh, dan is het denk ik net 1000. Maar nu ben ik power-upped. Doet deze bom ook damage? Ik heb geen idee. Ja, oké. Dus dan krijg je een power-up en je doet damage. Dus dat is wel handig. We gaan nu door naar de nieuwste knokker tot nu toe. En dat is Bella. Ze heeft een zak in haar hand en een beetje een rare bril op. En een heel raar wapen, maar we gaan hem uittesten. Deze twee knokkers krijg je trouwens als je de Brawl Pass had van het vorig seizoen en van dit seizoen bij tier 30. Dus had je vorig seizoen de Brawl Pass, maar had je Bella nog niet gekregen. Terwijl je al wel over rang 30 bent, ga die dan snel even claimen. Of ik bedoel Kolonel Ruffs. Want over een paar maanden komt er weer een nieuw seizoen. En dan kan je volgens mij niet meer Kolonel Ruffs claimen. Maar we gaan eens even kijken hoe deze knokker werkt. Hij doet 1100 damage. En ja, hij lijkt wel goed. We gaan even kijken wat de super doet. Oh ja, als je dan nog een keer opschiet, dan doet hij gewoon meer damage. Dus het is op zich wel een goede knokker. Maar dan gaan we nu doen waar jullie allemaal op hebben gewacht. We gaan met de knokker spelen die nog niet echt uit is. We gaan Squeak uitproberen. Dit is Squeak. Het is dus zoals ik al zei een soort van ijs iets. Hij is helemaal blauw en doorzichtig. En ik ben heel benieuwd hoe die nou werkt. Hij is mythisch en ja, hij is niet in de Brawl Pass. Dus je moet hem gewoon echt krijgen uit dozen. Dus ik denk dat ik de Brawl Pass een beetje ga sparen. En dan hoop ik dat ik Squeak kan krijgen. Maar ik heb nooit geluk in Brawl Stars. Dus het is een kleine kans. Oké, hij doet best wel veel damage. Ook weer 1000. Die legt een soort van ijsbom neer. En doet dan de super. Volgens mij, ik had een keer ergens gezien dat hij dan allemaal bommen gooit. Ik ga even kijken of dat ook echt zo is. Ja, oké. Nou, die super. Oh, die doet ook nog eens 1000 damage. Nou, ik vind het eigenlijk wel een goede knokker. Dus ja, dit is een Squeak. Je kan hem zelf ook uittesten. En over 6 dagen kan je hem dus ook krijgen in knokdozen. Of in grote dozen of in megadozen. Dus dat is wel leuk. Ik ga nu nog even een potje spelen met Stu. Ik selecteer hem. Even een rondje draaien. En dan ga ik ermee spelen.
Ik zit in Knockout en dat is ook een nieuwe game mode. Je moet zoveel mogelijk mensen uitschakelen en dat dan 3 keer. En wie de meeste knokkers heeft uitgeschakeld, het snelste, die heeft gewonnen. En dan, ja, dat moet dus 3 keer. Volgens mij kan je geen gelijk spel hebben. Dus dat is wel jammer, maar we hebben het eerste potje gewonnen, dus dat is handig. Oké, het eerste potje met Stu is natuurlijk nog heel makkelijk, want ik heb nog heel weinig mensen, of ik heb nog heel weinig trofeeën. Ik heb er nog 0, nu 8 alweer bij. Dus dat is wel handig. Dan ga ik nu de video afsluiten. Ik heb met Stu gespeeld, ik heb met Squeak gespeeld en met Bella. Dus ik heb mijn doel bereikt. Dus tot de volgende keer.